Dus ik zou zeggen, Martin van Geel aan het werk, contract Cuxu. Jij moet natuurlijk zelf willen, dat is het belangrijkste. Ja. Verlengen en teken lekker bij je. Ja, dag dames en heren, bijzonder warm welkom weer. Het is speelronde 16 in de Eredivisie. En we moeten natuurlijk heel even terugblikken op de Champions League wedstrijd van Ajax tegen Bayern München. Zullen we maar meteen even naar de wedstrijden gaan waar ze... Nou, die ze kunnen gaan spelen, eventueel, naar de tegenstanders. Ja, ze hebben nu Bayern gehad en het wordt nog veel zwaarder. Kijk maar even mee. Dit zijn de 7 tegenstanders die Ajax maandag, kunt u klaar gaan zitten met chips en cola op de bank, kan gaan loten. Paris Saint-Germain, Barcelona, City, Juventus, Dortmund, Real. En als ik een voorkeur mag hebben voor Ajax, dan zou ik zeggen, jullie moeten FC Porto loten daar links onderin. Ja, dat is een club waarvan je zegt, nou, dat is aan Ajax gewaagd ongeveer. Ja, het is de slechtste van de beste. Zo kan je het zeggen. Ja, nee, het is net ietsje beter dan Benfica. Die staan net iets boven in de Portugese competitie. Ja. Maar het wordt verschrikkelijk zwaar voor Ajax. Oké, we gaan naar onze eigen kleine competitie. Het is natuurlijk een kleine stap naar Ajax tegen de Graafschap. Ja. Het is de hekkensluiter. Ja. Heb je wat nieuws op weten te duikelen over de Graafschap op dit moment? Nou ja, nieuws. Ik ben heel diep de archieven ingegaan en daar stuit ik op deze foto. Ja. Ik denk, laat ik het even in historisch perspectief plaatsen. Enig idee wie dit is? Hij heeft wat last van zijn haarlijn, zie ik al. Nee, we hebben een klein quizje op de redactie gedaan. En nou, sommige mensen zeiden Ole Tobiasen, die is het niet. Nee, dit is Erik ten Hag. Ja. Begin jaren 90 speelde hij 2 seizoenen bij de Graafschap en nu dus tegen zijn oude clubje. Wat doet hij het goed, hè, met Ajax dit seizoen? Ja, hij doet het ontzettend goed, ja. Wie het ook goed doet is Huntelaar. We gaan nog heel even door met de lofzang. Ik sprak hem aan het begin van het seizoen, vond ik wel geestig. En toen heb ik hem een aantal vragen voorgelegd in Duitsland. En een van die vragen was deze. Wie wordt er winterkampioen? Winterkampioen, dat mag de Graafschap zijn van mij. Wat gaat FCM'en doen dit seizoen? FCM'en... Die hebben aan het begin een hele goede flow te pakken, maar ik denk uiteindelijk gaan ze het wel lastig krijgen. Ja, gaan ze degraderen? Aan de ene kant hoop ik het wel en dan blijft de Graafschap erin. Dus mocht u nou denken, Huntelaar solliciteert naar een nieuwe baan. Hij heeft natuurlijk bij de Graafschap gespeeld. Ik zou hem niet opstellen als hij ten Hag was. Het is de club waar hij groot is geworden en de jeugdopleiding heeft gespeeld. Maar het gekke is, hij draagt ze een warm hart toe, maar 3 keer gespeeld tegen de Graafschap. En daarin scoorde hij 7 keer. Elke 35 minuten was het raak. Dus in die zin, Huntelaar wil ze eigenlijk oude clubje altijd pijn doen. Oké, we moeten nog 1 ding vermelden en dat is de Johan Cruijff Arena. Ja. Of eigenlijk de Arena, want dan gaat het gewoon hartstikke goed. Nou ja, dit is iets bijzonders aan de hand komende zondag. Het wordt namelijk de laatste thuiswedstrijd van Ajax dit seizoen. En Ajax heeft dit seizoen in de Eredivisie niet, in de Champions League niet, in de KNVB-beker geen enkele keer thuis verloren. Nou, dan kom je op het aantal van, breng maar in beeld, 23 wedstrijden ongeslagen thuis. Een heel kalenderjaar. Moeten ze nog wel tegen de Graafschap niet verliezen? Ja, moeten ze nog wel tegen de Graafschap niet verliezen. Maar dat is voor het eerst in de historie. Arena in 1996 gebouwd. Ja. En sindsdien nooit gebeurd. Een heel jaar lang ongeslagen blijven. Oké, ik vind dat we deze trend even door moeten zetten wat betreft positiviteit. Want de Kuip is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, onneembare vesting. 12 wedstrijden op rij heeft Feyenoord al, en daar heb ik het niet eens over ongeslagen, gewonnen thuis in de Kuip eigenlijk. Het gaat hartstikke goed daar. Nog beter. En jij hebt 1 jongen, daar heb jij naar zitten kijken. Je bent bijna van je bank gegleden. Dat was fantastisch. Hè. 17 jaar, Cuxu heet hij. Een Haarlemmer en debuteert eventjes met een goaltje en met een assist. Ja, hij tikte hem prachtig in. Hij stond ook in de buitenlandse pers, zag ik. Ja, ik sloeg de Sun open, dat doe ik elke week. Ja, dat lees jij natuurlijk elke dag. Nee, maar het is wel grappig, want er zaten scouts van Arsenal op de tribune in Zwolle, als we het moeten geloven. Tottenham Hotspur heeft al belangstelling getoond. Manchester City zou hem op het lijstje hebben staan. Het is ook wel logisch dat Arsenal er zit, want die hebben Van Persie ook voor een prikkie destijds opgekocht. Hè? Nou ja, dat is wel leuk, want je denkt, hoe lang gaat Feyenoord nou plezier beleven aan deze jongen? Nou, laten we lopen. Laten we hopen. Heel lang. Het probleem is alleen het contract van Cuxu, dat loopt maar tot 2020, nog maar 1,5 jaar door. Dat betekent, als Feyenoord niet verlengt, kunnen ze hem komende zomer met nog 1 jaar contract voor vrij weinig geld ophalen. Ja. Of hij gaat een zomertje later transfervrij weg. En dan past hij in dit rijtje, namelijk Robin van Persie. Die ging ooit voor maar 4,5 miljoen euro weg, omdat zijn contract bijna afliep. Salomon Kalou, groot talent, voor maar 4 miljoen. Jonathan de Guzman liep gratis de deur uit. Ja. Bij Naldum leverde maar 5 miljoen op. En Stefan de Vrij, beste speler van het WK, maar vervolgens 1 jaartje contract, leverde maar 6 miljoen op. Dit is ongeveer een kwart de jongetje. Ja, dat verschil is er wel. Dus ik zou zeggen, Martin van Geel aan het werk, contract Cuxu. Jij moet natuurlijk zelf willen, dat is het belangrijkste. Ja. Verlengen en teken lekker bij je. Ik denk dat ze wel luisteren. We hebben nog heel korte tijd voor de koploper. Ja. We hebben nu toch even die positieve lijn. Ja. PSV, moeten ze bang zijn voor Heracles? Nou, ik laat even de positieve lijn los wat betreft PSV. Omdat ze naar een absolute angstketen gaan. PSV heeft een beetje
Het stempel dat ze altijd in de laatste minuut scoren. Nou, ja. Waar maken ze dat nou altijd waar? Dat is bij Heracles. Ik heb het er hier nog eventjes bij gepakt. Want vorig jaar wonnen ze in de 90ste minuut door een goal van Luc de Jong. Het jaar daarvoor in de 87ste minuut de winnende goal van Prupper. Daarvoor Locadia in de 90ste minuut. We hebben nog een keertje de winnende goal van Rekiek gehad in de 90ste minuut. Het is altijd één goaltje verschil. Het is altijd winst in de laatste minuut. Ja. Dus het wordt eventjes billen knijpen voor PSV. En daarna, laatste minuut, zal het weer raken. De spanning is in ieder geval weer terug in de Eredivisie. Dat we zijn er volgende week nog één keer voor de winterstop, dames en heren. Gaat dat zien. Dit was Aftrappen. Dag.